Saving the best to last, eh, Dino? Come on, boys, let's do it! Okay, remember your shape, remember your discipline, and remember your jobs. Orza! Alex Hunter krijgt 25 minuten om zich als invaller te laten gelden. De wedstrijd is momenteel volstrekt in evenwicht. Hunter kan de held van de dag worden als hij die brulstand van het bord schiet. Ik ben benieuwd hoe scherp hij is. Alex Hunter. Snel teruggekaatst. Ze weten elkaar steeds weer te vinden. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Ja, prima paas. Dat had gevaarlijk kunnen worden. Wie weet levert dit een kans op. Hunter, ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Dat balbezit duurde wel erg kort. Linker plek ook om de bal kwijt te raken. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Hunter met de bal. Kijk eens hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. De bal komt goed voor, maar wordt onderschept. Aangeraakt door een tegenspeler. Inworp dus. Smith. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Smith. This is a message for Tyler Berry. That's Tyler Berry. Alex Hunter. Make yourself known to the nearest steward. Thank you. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. We zien Alex Hunter op huurbasis in actie bij zijn nieuwe club. Hij werd uitgeleend na de komst van Angel Di Maria, die op de valreep nog werd binnengehaald. Hoe kijk jij aan tegen de korte periode die je hebt doorgebracht in de Premier League, Jordi? Hij was aardig op dreef, hoor, even. Kijk, als je topscorer bent en... Kom daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Hunter met de bal. De bal ligt voor het oprapen. Ze zijn hem kwijt. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hunter. Wordt dit een doelpunt? Sterke actie van de doelman daar. Die aanvaller wilde hem omspelen, maar hij bleef goed naar de bal kijken. Ja, hij timede precies goed. Mooi voetbal. Komt hij er zonder kaart vanaf? De scheidsrechter trekt geel. Hij probeerde met een kopbal.
Ze doen hard hun best om op voorsprong te komen. Prachtig aangenomen. Williams. Bal retour afzender. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Over de zijlijn, inworp. Williams. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. Mile Jedinjak. Alex Hunter. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Bennett. Oh, dit kan een kans worden. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Hunter aan de bal. Wat een geweldige redding van de keeper. Alex Hunter. Kiest weer voor een aanval op de vleugel. Ligt daar dan de ruimte? De bal rolt ongehinderd door. Een lange bal om het spel open te breken. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Hunter. De scheids fluit voor een overtreding van Williams. De verdediger verwerkt de voorzet. Hij is er door. Hunter aan de bal. Alex Hunter scoort tijdens zijn debuut voor zijn nieuwe club. Ja, hij was teleurgesteld dat hij werd uitgeleend. Maar daar lijkt hij nu toch wel overheen. Prima doelpunt van die jonge invaller. Harde goal in via de onderkant van de lat. Indrukwekkend hoor, Jori. Jazeker. Die zit er lekker in hoor. Nou, daar geef je je visitekaartje wel mee af. Het eerste doelpunt van de wedstrijd valt in de tweede helft. Het thuispubliek gelooft er nog in. Zoveel is wel duidelijk. Ja, ze laten zich flink horen. Hopelijk kan het team meeliften op hun enthousiasme. Agboniaor. Een boogbal richting Hunter. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog op het spel. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Hij kopt de bal. Daar is de gelijkmaker. Daar hadden niet veel mensen meer op gerekend, denk ik. Ik ook niet, maar het blijft voetbal. Ik denk dat veel supporters al rekening hielden met een nederlaag. Maar ze lijken alsnog een punt te pakken in deze wedstrijd. En heel misschien zit er nog wel meer in. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Mooi breed gepaast. Dit is een lekkere pas hoor. Oh, gestopt. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hunter met de bal. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Williams. Scheidsrechter fluit terecht voor buitenspel. Ik moet zeggen dat die verdediging steeds prima opschuift. De buitenspelval functioneert uitstekend. Het kan nog hoor als deze aanval succesvol. Dat...
Alex, first game in the championship over with. How did it feel out there? I mean, I could feel the difference from the Premier League, for sure. It's a different kind of game, not as technical, if you know what I mean. Alex, just 17 years old and off the mark already with your first senior goal in the championship. Yeah, just nice to be doing the job I'm paid to do and get off the mark. You know, all credit to the lads for all the support they gave me out there, and hopefully I can score a lot more for the team in the future. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or 2 points lost? Yeah, disappointed with the result, really. We should have come away with a win. In my opinion, we were the better team by far. That's all, Alex. No problem. I was very impressed when you came on. I think you learn quickly, no? Alex, I want you to start the League Cup match tonight. The chairman wants a good cup run. Let's give him one, no? You won't be disappointed, Dino. We're kicking off. Sounds like they came for a show. Just give them one then. De scheidsrechter fluit voor de aftrap. Ik hoop dat we een mooie pot voetbal voorgeschoten krijgen. Queen's Park Rangers gaat in deze opstelling van start. Die 4-5-1 zegt denk meteen aan een heel erg defensieve formatie. Maar is dat zo in dit geval, Juri? Nee, het middenveld staat vrij hoog. En, zodat er snel druk kan worden gezet. En die balbezit zal er vanuit het middenveld veel ondersteuning zijn voor die ene spits. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vandaag heeft de trainer gekozen voor hetzelfde systeem. Klassieke 4-4-2. Wat betekent dat eigenlijk voor de wedstrijd? Daar ben ik heel benieuwd naar even. Maar uiteindelijk gaat het in de wedstrijd niet om systemen, maar om hoe goed kun je gewoon voetballen. En ik... Op de wreef en een schot. Kijken wat ze met die corner kunnen. Baker. Hij raakt de lat, dat scheelde niet veel. Die pakt die bal op. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Daar is de kans om een kleine voorsprong te nemen. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter.
Hunter met de bal. Kun jij een voorspelling over deze speler doen, Juri? Dit is een levensgevaarlijke speler voorin. Ja, hij staat altijd op scherp. Je kunt hem zo aanspelen en dan kan hij scoren. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Willem zoekt aanval. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Gardner. Alex Hunter. Daar is de poging. Geen goed schot, gaat ruim naast. Offensieve drang bij Williams. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. De paas gaat diep en breed ook. Slechte voorzet van de Williams. Balbezit voor Henry. Hol. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Offensieve impulsen bij Hunter. Henry heeft hem. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Paas vindt zijn man. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Slechte inworp, zeg. Recht naar de tegenstander. Bal weer terug. Hunter met de bal. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hier heb je hem weer. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. En volgens mij heeft hij dat heel goed gezien. Ik denk het ook, Evert. Het is altijd lekker als er gewoon doorgespeeld wordt en dat er niet onnodig gefloten wordt. Alex Hunter. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. We gaan naar deel 2 kijken. Hunter met de bal. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Kom die verdediger tegen. Speelt de bal weer terug. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Daar komt een Alex Hunter. Daar werd de gelijke stand bijna doorbroken, maar die bal gaat er niet in. Er gaat een speler vervangen worden. Ik zie veel teleurgestelde gezichten in het uitpak. De supporters zitten zich te verbijten, want de thuisploeg neemt veel tijd voor de spelervattingen. Ja, voor de thuisploeg telt alleen het resultaat. Ik denk dat de onvrede van de bezoekers ook gericht is tegen de prestaties van de ploeg. Want die kunnen helemaal geen vuist maken. Oh, ze zijn de bal kwijt. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. De bal gaat uit. Doeltrap. Bennett. Westwood. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet.
Daar gaat dan het balbezit en ze moeten er weer achteraan. Verdediging staat ze in de weg. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Goeie tackle, maar de bal gaat over de zijlijn. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Optimaal gebruik gemaakt van het balbezit. Overtreding, penalty. Strafschop en geel. Nou, dat had ook rood kunnen zijn, maar mag blijven staan. En de bal gaat erin. De score is pas na rust geopend. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Daar komt de kans op de gelijkmaker. Die bal gaat over de achterlijn corner. De paas is goed. We hebben nog net iets meer dan een kwartier aan reguliere speeltijd over. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Komt het schot? Geen goed schot, gaat ruim naast. Hunter met de bal. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Oh, gestopt. Hunter beseft dat aanval de beste verdediging is. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. We zitten in de laatste 10 minuten van de wedstrijd en het publiek voelt dat dit een heel belangrijk moment kan zijn. Ja, dat was gruwelijk mooi. Het schot levert niet een gewenste resultaat op, maar wat was het een belangrijk moment. Als de bal erin was gegaan, hadden we een hele andere wedstrijd gekregen. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Hij verliest de bal. Holter. Einde wedstrijd. Good work. Thank you.
Alex Hunter werd vroeg in het seizoen met frisse tegenzin verhuurd en moet het nu in divisie lager laten zien. Zijn debuut bestond uit een invalbeurt waar hij niet echt een vuist kon maken, jullie. Klopt even. Ik denk dat het hem nog steeds dwars zit dat zijn maatje Gareth Walker, die tegelijkertijd met hem debuteerde, wel mocht blijven. Kijk, natuurlijk is dit een heel ander podium en ook een heel andere ambiance, maar juist nu moet hij laten zien dat hij karakter heeft. En ik moet zeggen, ik vond zijn invalbeurt ook niet slecht. Nu krijgt hij vanaf de beginnenkant, dus dan kunnen we nu een beetje beter worden. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vandaag heeft de trainer gekozen voor hetzelfde systeem, klassieke. En meteen al een vrije trap. Maar de keeper hoefde niet eens zijn hand uit te strekken. Hij zag de hele baan van het schot al en zag dus dat hij overging. Doorgekopt naar een ploeggenoot. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hunter met de bal. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. De bal gaat over de zijlijn nadat hij is aangeraakt. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen met de tegenstanders nu in balbezit. De aanval leek gevaarlijk, maar ze zijn de bal alweer kwijt. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. De paas wordt eruit gehaald, gevaar voorbij. Loeihard, een gevaarlijke situatie. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Dan schiet hij. Er ligt een speler op de grond. Ik denk dat hij een spier heeft verrekt.
Hunter. De scheidsrechter zet de fluit voor een overtreding. Dat is geel. Knap hoor, zoals hij zijn lichaam voor de bal draaide. Ze mogen een hoekschop nemen. Hij geeft hem voor. Die bal belandt bij een tegenstander in plaats van bij een medespeler. Hij verliest de bal. Akbonia, ja hoor. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Optimaal gebruik gemaakt van het balbezit. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Mile Jedinjak. Oh, dit kan een kans worden. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Goed geplaatst. Van zo'n voorzet ligt geen enkele verdediger wakker. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Dat is een duidelijke penalty. En de bal gaat erin. En die straks opgeland in het net. Had jij eigenlijk je twijfels bij Alex? Nee, hij ook dezelfde zeker. Hij zit goed in de wedstrijd. En hij benut het in de strafschop. Het is tijd voor de tweede helft en Aston Villa mag proberen om zijn voorsprong verder uit te breiden. Hunter kiest de aanval. Dat was een zeer matige opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Daar is het balbezit. En nu? De keeper raakt de bal op. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Alex Hunter. Gardner. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Speelt hem terug. Mooi gedaan. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Recht op het doel af. Akbonjaar! Hij zit erin. Ze zijn duidelijk de betere ploeg. Dat blijkt ook uit de stand.
Mooi gespeeld en overtuigend gescoord. Ze barsten van de creativiteit. Daar zal de tegenstander jaloers naar kijken. En het eraf van de trainer. Laten we het doelpunt van hem nog eens bekijken. Wie weet levert dit een kans op. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Een schot. Uitstekend gedaan van de keeper. Dat is een hoekschop. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Een slechte paas waardoor de bal weer in bezit komt van de tegenpartij. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Dat moet de aansluitingstreffer zijn. Aanval wordt gestoord. Bennett. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Verzorgt hem keurig in de 16. Tja, als je zo met een voorzet omgaat. Westwood. Williams. 10 minuten hebben we nog te gaan. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of het wat oplevert. Schitterend. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. De scheidsrechter ziet er voordeel in. En Aston Villa mag door. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, dit gaat goed. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. Technisch heel knap aangenomen. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Die bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Here I am speaking with today's man of the match. Quite a performance for you today, Alex. What's going through your head right now? Gave it my all today and I think my performance really speaks for itself. My aim is to be a top player in this league and this is just another step along the way. A nice pass from you and it leads to a goal. What are your thoughts on the assist? Karen, let me tell you something. It's always been my philosophy to do whatever is necessary to score goals. Shoot it, thread it through. As long as we score, I'm happy. I mean, I laid it on a plate for him. I'd say he owes me one. And you scored today, Alex. A word on your goal, please. Good, wasn't it? I think I'm finding my feet as a regular goal scorer in this league, and that's all I've ever wanted. Now I'm just going to focus on keeping it that way. We got it. Thank you. My pleasure. Another win chalked up. 3 more points in the bag. I am an happy camper. You're welcome, mate. Oh, fancy yourself a bit, do you, Hunter? I'll tell you what,
Luckily, I am the forgiving type, so you buy dinner, and I won't tell the gaffer that you've gone all Billy big time on us, all right? Deal? Is that a deal, is it? Thank you.
De sfeer in het Villa Park is weer fantastisch voor deze wedstrijd. Alhoewel, volgens de plaatselijke club Aston Villa kan het nog altijd beter. Ik heb inderdaad vernomen dat ze aangeboden hebben om een proef te doen met speciale staanplaatsen. Staanplaatsen in Engeland even, dat mag het bijzonder genoemd worden, na de Hillsborough-ramp, hè, die toen heel veel levens heeft gekost. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vandaag spelen ze in de traditionele variant van het 4-4-2. Is dat niet wat statisch? Wat een actie! Daar is het schot! Doelpunt! Altijd lekker hoor als de eerste doelpoging een goal oplevert. Een mooie, snel opgezette aanval met een overtuigende afronding. Ja, die laatste pas getuigde van veel inzicht. Perfect op maat en geweldig afgerond. Agboniauer. Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Hunter raakte die bal het laatst. Offensieve impulsen bij Hunter. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. Hij komt niet langs Alex Hunter. Gaat hij het nu doen? De doelman wacht op het schot. Gardner! Ja hoor, de gelijkmaker! Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Ze bouwen rustig op, roerend op een opening. Schot gelost. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Hunter. Mogelijk een goede kans hier. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Die gaat er nu mee vandoor. Hunter. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hunter met de bal. Agboniauer. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Alex Hunter. Een super redding hoor, voor de keeper. Corner. En dan kan het spoken worden door. De voorzet in de 16. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. De scheidsrechter kent een vrije trap toe.
Alex Hunter. Mile Jedinja. Hij komt nu op een... Dat ziet er goed uit. Wat doet hij nou? Hoe kan hij zo'n bal nou missen? Door de regen, denk ik. Anders begrijp ik het ook niet. Hunter aan de bal. En met een doelpunt komen ze op voorsprong. Een uitstekend moment om te scoren zo tegen het einde van de eerste helft, Jury. Ja, en ze kunnen toch wel de tweede helft in met een voorsprong van 5. We krijgen er 3 minuten blessuretijd bij. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De aanval leek gevaarlijk. Maar ze zijn de bal alweer kwijt. De eerste helft. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. We beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Veel kijkplezier. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hunter. Bennett. Speelt de bal weer terug. Hij verliest de bal. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Oh! Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Hunter met de bal. Gaat dit hem worden? Akbonjauer! Wat een geweldige redding van de keeper. Bal nu in handen van de tegenstander. Gardner. Hij gaat ervoor. Ai, hij geeft zelf al aan dat het schot niet erg geslaagd was. McEgeren. Daar hoeft hij niet veel voor te doen. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met de sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. De voorzet komt bij een verdediger terecht. Kijk eens. Hij moest en zou die bal tegenhouden. Wie gaat de hoekschop nemen? We hebben nog 20 minuten van de... Hij raakt hem met de kop. Tikt hem over de lat. De bal rolt ongehinderd door. Aanval wordt gestopt. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? En hier een duidelijke afspiegeling van het spelbeeld. De ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit. De scheidsrechter geeft een vrije schop.
reguliere speeltijd bedraagt nu nog 10 minuten. Agboniaor. En de bal gaat weer terug. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Ze zoeken telkens de vrije man zodat er ruimte ontstaat. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. De doelman redt en heeft de bal klem. Nu een snelle voortzetting. De speler krijgt de bal weer terug. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Nog maar 10 minuten te gaan en de thuisploeg krijgt hier de kans om iets aan de stand te doen. Spanning is te snijden even op de tribunes. Daar is het schot. Ai, 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 wat een kans die had er echt in moeten, Juri. In zo'n situatie moet je de rust bewaren. Dit was veel te gehaast. Ik denk dat deze speler s'nachts nog wel eens even wakker wordt van deze gemiste kans. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Pressure's always brought the best out of me, ever since youth football. Today was no different, I guess. We needed a goal, so I did what I had to do to make sure we came away with a win. Your squad manages to bring an important win today. A word on clinching the victory. I've been working pretty hard in training and trying to keep focused on my job during the games. I feel it's been paying off. I did what I needed to do out there and helped us pick up the win. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? You know you're better off asking the gaffer about that kind of stuff. I just play where he tells me to. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime. De aftrap. Spel is onderweg. Ga er maar eens goed voor zitten voor wat 90 minuten topvoetbal moet worden. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Dit elftal speelt 4-3-3. Dat is jou niet vreemd, hè? Nee, voor een centrumspits is het heerlijk om bediend te worden via de vleugels. En wij in Nederland
kennen dit systeem natuurlijk als geen ander land. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vier verdedigers, vier middenvelders en twee aanvallers. Dat zijn de wapens van vandaag. Ja, kijk, wie het beste is op het middenveld, die zal waarschijnlijk de wedstrijd winnen, Evert. En natuurlijk worden opkomende backs ook hartstikke belangrijk. En het valt overigens op dat ze het klassieke 4-4-2 spelen, dus niet dat met een ruit op het midden. Hunter, een super redding hoor voor de keeper. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Over de vleugel gepaast en Vincentman. Samuel! De doelman strekt zich helemaal uit en redt. Fantastisch. Hunter beseft dat aanval de beste verdediging is. Het is een ingooi. Gardner. Mila Jedinjak. Hunter aan de bal. De keeper redt op fenomenale wijze. Corner en iedereen gaat op zijn positie staan. Zweeft het strafschopgebied in. Wordt dit een doelpunt? Loopt zich vast. Die pakt die bal op. Hunter gaat op avontuur. Gestopt door de verdediging. Daar is de voorzet. Die voorzet belandt zo voor de voeten van een verdediger. Hunter met de bal. Maakt zich wellicht recht op het doel af. Alex Hunter. Als u het mij vraagt was dat een goal geweest. Maar volgens de scheidsrechter was het buitenspel. Hunter kiest de aanval. Fraai gestoken daar die bal. Uit Moriauer. Corner. En dan kan het spoken voor het doel hoor. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoede. Cooper. Kelly. Samuel. We zien hier mooi verzorgd voetbal. Zo'n beetje elke paas komt aan. En dan kan voetbal toch zo simpel zijn. Hij wordt voorgegeven. Die voorzet is helemaal niet lekker. Daarmee komt er een einde aan de aanval. Heel mooi zuiver gespeeld. Dit wordt spannend. En daar is de voorsprong. Kelly. Drie minuten extra tijd. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Die inworp wordt heel snel genomen. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. De eerste helft. Tijd voor een wissel. De scheidsrechter heeft het startsein voor de tweede helft gegeven. We gaan dus weer beginnen. Alex Hunter. Williams. Probeert het met een tackle. Aanval gaat door.
De bal gaat heen en weer. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Kelly. Richards. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Williams. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Williams. Mogelijk een goede kans hier. Die bal lijkt voor Hunter. Daar is de poging. Komt het schot? Ja. Ik denk dat er geen twijfel meer over is wie er vandaag gaat winnen. We zien nogmaals het doelpunt. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die missen wel raad mee. Williams. Het spel wordt goed breed gehouden. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Die verdediger grijpt daar goed in. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Agboniaor. Nou, bal kwijt. Te zien of de tegenstander er wat mee kan. Watson. Hij verliest de bal. Leuk gedaan hoor, maar het balletje is te kort. Westwood. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Uitgelezen kans om te scoren. Hunter scoort. Deze voorsprong geven ze niet meer uit handen, denk ik. Nee, het wordt nu wel erg. Deze twee teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. Net iets meer dan een kwartier hebben we nog te gaan. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Dan schiet hij. En die gaat meters naast. Kelly. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. En nu doorgaan. Die speler was de verdedigers helemaal kwijt en haalt uit. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee, daar komen die verdedigers goed weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Wat een slordige opbouw. Nu zijn ze de bal kwijt op een gevaarlijke positie. De wedstrijd is bijna afgelopen en echt spannend was het niet. We zagen één ploeg die veel beter was dan de ander. En ze hebben de bal alweer te pakken. Penalty! De scheidsrechter wijst naar de stip. De scheidsrechter moet wel rood trekken. Het was een duidelijke scoringskans. Ja, en de scheids heeft wel wat meer twijfelachtige momenten. Raak! De tijd dringt. Nog maar 4 minuten. Goeie paas weer. Puike wedstrijd speelt hij deze man. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Hutton. Komt die verdediger tegen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. 3 minuten extra tijd. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Well played out there, mate. You've been hitting some good form. I can see these things, you know.
Better be at my best if I want him to recall me, eh? You are selfless to a fault. Can't say I blame you, though, mate. Just put a good word in for me when you get back, yeah? Deze wedstrijd vindt vandaag plaats in Villa Park, het thuisstadion van Aston Villa. Het is altijd weer bijzonder om hier een wedstrijd bij te wonen. Ja, dit stadion bestaat alweer een kleine 120 jaar en dat geeft elke wedstrijd weer iets speciaals. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vier verdedigers, vier middenvelders en twee aanvallers. Dat zijn de wapens van vandaag. Ja, een opgelegde kans op een doelpunt en de voorsprong. Een schoolvoorbeeld van hoe je een kans verprutst. Ik denk dat de sociale media hier vanavond vol van staan, Juri. Ja, dat ging niet helemaal volgens plan, dacht ik. Ach, gewoon volgende keer wel scoren, dan is iedereen het weer vergeten. Offensieve impulsen bij Hunter.
Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Voorzet onderschept, de verdediger zat er prima tussen. De scheidsrechter houdt het kort vandaag. Hunter kiest de aanval. Handig ingegrepen hoor, dat had hij heel goed gezien. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Oh, dat stagneert. Speelt de bal weer terug. Die bal is voor de doelman. Nou, we staan gewoon goed op te letten. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Mile Jedinjak. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Ja, wat kun je nou nog zeggen over zo'n slechte paas? Hij kan zelf doorgaan, maar ook afspelen. Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Ze zijn geduldig op zoek naar de vrije man. Daar is de poging. Krijgt hij die bal erin? Dat levert gevaar op zo'n schot. Daar is de voorsprong. Nu is het zaak voor het andere team om te reageren. Akbonia hoor. De bal gaat heen en weer. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Doorgekopt. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Mile Jedinjak. Oh, dit kan een kans worden. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. En dus loopt deze aanval op niets uit. Bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Akbonjauer! De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. De eerste helft is gespeeld en de stand is... De scheidsrechter heeft het startsein voor de tweede helft gegeven. We gaan dus weer beginnen. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ik zou maar uithalen. De bal komt op raken. De keeper redt. Een eenvoudige prooi voor de sluitpost. Prima onderschepping daar. Hunter met de bal. Geslaagde defensieve actie en het spel gaat de andere kant weer op. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Mogelijk een goede kans hier. Akbonjauer. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt.
Die paas wordt doorzien. Daar komt weer zo'n voorzet. Die voorzet doet hij goed. Die bal is een prooi voor de keeper. Dat is een hoekschop. Geen risico hoor, weg met die bal. Ze loeren op een gaatje in de defensie. Maar nemen de tijd. Hij krijgt hem op de slot. Hunter. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Komt dat schot? Die spelers schudden verdedigers af en hij slaagt er bijna in om een schitterende actie af te ronden. Zonder dat hij er dus ingaat. Ja, de verdedigers worden er trouwens helemaal pure luurs van. Hunter met de bal. Nog zo'n loopzuivere paas. Hunter kiest de aanval. Is dat de gelijkmaker? Hunter met de treffer. Ja hoor, we staan weer gelijk. We hebben nog 20 minuten van de reguliere speeltijd over. Bennett. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hij doet het. Bal op de paal en terug het veld in. Achter via de paal. Hunter met de bal. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Een super redding hoor, voor de keeper. Ze mogen een hoekschop nemen. Daniel Williams. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Dan schiet hij. De keeper heeft hem. Dankzij een uitstekende redding van de keeper blijft het gelijk. Het wordt een doeltrap. Agboni, ja hoor. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Gevaar is voorbij. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. De verdediging steekt er een stokje voor. 3 minuten blessuretijd geeft de vierde official aan. Tijd voor 1 aanval. Kan Aston Villa nog een late treffer maken? Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Man of the match today. Tell me, were you expecting the award after your performance? Well, I think I deserve it, really. You go out there every day and you try your best and sometimes it just all clicks like it did today. So you're on a run of good form right now, Alex. What's the key to your success? Playing my game. I got here on the back of my own style and I'm not going to change that now. As long as I keep playing football the way I know I can, I'm sure I can keep this going. So, all square today, what do you think you could have done differently to win it? It's about scoring more goals when you're on top in a game, innit? But today was no different. I just need to get more shots away if we want to avoid this happening again. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Cheers.
And the way you took your goal, you must have felt elated. Well, yeah, obviously, Karen. That was probably the best goal anyone scored in the Premier League this season. And to those pundits who say your ego is starting to be a problem, what do you have to say to them? Nothing, really. They're not the ones out there scoring incredible goals, are they? And just one more thing. I was curious about... Thanks, Karen. I think we're done. Cheers. Hey, Mum, what's up? Thought you might be getting sick of room service. Have you seen how much they charge just to bring this up here? Harold? Oh, Alex. Your dad. You mustn't think he left because he didn't love you. Harold, he was a great player, you know. A lot like you. Centre forward, sweet right foot, could glide round defenders like they weren't even there. Oh, he loved his game. Maybe too much. Wanted to be just like Jim. And after his injury, sometimes you just need to learn how to let things go. Eat. For this. Today. De aftrap, we gaan beginnen. Ga er lekker voor zitten en geniet van 90 minuten topvoetbal. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. 5-3-2, dat systeem kennen we nog van het voor Nederland zo succesvol verlopen WK in Brazilië toch, Juri? Ja, het was succesvol qua resultaat. Maar qua voetbal viel het nog wel veel op aan te merken, Evert.
Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Het elftal gaat het vandaag doen in een klassieke 4-4-2. Is dat opvallend? Op zich niet. Het is een veel gehanteerd systeem. Al wordt het ook vaak in een ruit gespeeld. En dan speel je met een echte team. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Caelan Butcher. Heel effectief zo'n tackle. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Mile Jedinjak. Hunter met de bal. Bal, retour, afzender. Oh, dit kan een kans worden. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Aangeraakt door een tegenspeler, inworp dus. Mislukte inworp, wegbalbezit. Alex Hunter. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Hij gaat ervoor. Goeie ingreep van de keeper. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Lescott kon de bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me, Nick. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Caelan Butcher. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. Hij knikt de bal. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Loopt tegen die verdediger op. Gardner. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Alex Hunter, de keeper redt. Speler krijgt de bal weer terug. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Alex Hunter, de keeper, heeft hem. Corner. En dan kan het spoken voor het doel, hoor. Daar komt weer zo'n voorzet. Ai, daar gaat hij. Weggewerkt door de keeper, maar de aanval gaat door. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Dat moet de voorsprong zijn. Doelpunt voor Alex Hunter. Dat ze een doelpunt hebben gemaakt, dat mag geen verrassing heten. Ze nemen de doelman constant onder vuur. Ja, en dan krijg je vanzelf een goal. Ja, het is wel duidelijk wie hier de bovenliggende partij is. Ze hebben het volledig voor het zeggen. 29, Alex Hunter. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Baker. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. Mile Jedinjak. Ze bouwen rustig op, loerend op een opening. Caelan Butcher. We gaan rustig. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek.
Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Baker. We krijgen een corner en dat biedt mogelijkheden om de achterstand ongedaan te maken. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. Maakt meteen een einde aan die aanval. Caleb Butcher. Komt dat schot? Goeie ingreep van de keeper. Een hoekschop. Weer een kans om het verschil te niet te doen. Hij geeft hem voor. Weg met die bal, dacht de doelman en slaat hem weg. Alex Hunter. Wie weet levert dit een kans op. En hij krijgt hem in het strafschopgebied. Vrije schop. Hij loopt met tegenzin naar de kant. En moet je die toeschouwers nog eens horen. Ja, de supporters juichen hem uit volle borst toe. En terecht. Als iemand het verdient om man van de wedstrijd te worden, is hij het wel. Daniel Williams. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Nou, ik had nog meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Want is hem alweer kwijt. Westwood. Hunter. Netjes verdedigd, maar wel een inworp. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Hunter met de bal. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. De keeper raakt de bal op. En hier zien we hoe het balbezit is verdeeld. Dat ontloopt elkaar niet veel, Evert. Deze spelers voelen elkaar vandaag uitstekend aan. Geen paas die mislukt. Mooi om naar te kijken. De reguliere speeltijd bedraagt nu nog net iets meer dan 15 minuten. Mooie, zuivere steekbal. Het thuispubliek gelooft er nog in, zoveel is wel duidelijk. Ja, ze laten zich flink horen. Hopelijk kan het team meeliften op hun enthousiasme. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Westwood. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Hoge voorzet. Waardeloze voorzet. Cruijff zou zeggen dat de verdediging. Hij is er bijna. Doelpunt, hij valt alsnog. Goeiedag zeg, het leek beslist te zijn, maar niets is minder waar. Ja, dat dachten de supporters ook even. Die zijn door het dolle heen. Ik ben benieuwd of het bij een gelijk spel blijft. En nog maar 4 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Alex Hunter. Westwood. Oh, dit kan een kans worden. Hij verliest de bal. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. De scheidsrechter geeft aan dat er 3 minuten bij komen. Williams. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. De wedstrijd zit erop. Het is 1-1 geworden. In deze eindstand, daar kan ik me wel in vinden, Juri. De bal.
bal wordt kalm rondgespeeld op... Hij gaat ervoor. Goeie ingreep van de keeper. Alex, your form. I think it is in a good moment, no? Head and shoulders above this league. Arrogance is not befitting of such a talent, especially one so young. But I think you will learn this in time. Good work today. Great players, great collectives are forged by... Villa Park is volgelopen voor deze wedstrijd. Tegenwoordig passen er ruim 40.000 toeschouwers in dit Aston Villa stadion. Maar vroeger was dat wel anders hoor. Ja, toen had je natuurlijk ook nog staanplaatsen. En de best bezochte wedstrijd in mijn herinnering was 1946 tegen Derby County. Toen passen er bijna 77.000 mensen in. Ja, dat was natuurlijk ook een derby. Hè? Dat is het Midwest derby. Met deze formatie stapt Aston Villa het veld op. Vandaag heeft de trainer gekozen voor hetzelfde systeem, klassieke 4-4-2. Wat betekent dat eigenlijk voor de wedstrijd? Daar ben ik heel benieuwd naar even, maar uiteindelijk gaat het in de wedstrijd niet om systemen, maar om hoe goed kun je gewoon voetballen. En ik zie dat wel in deze ploeg, die kunnen goed voetballen. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Gardner. Agboni, ja hoor. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hoge bal voor Hunter.
Knap veroverde bal daar op het middenveld. Ze loeren op een gaatje in de defensie, maar nemen de tijd. Die voorzet belandt zo voor de voeten van een verdediger. Jongen, dat was een weggevertje zeg. En dat op dit niveau. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Nou, de vrije trappenspecialist mag aantreden. Die voorzet is helemaal niet lekker. Daarmee komt er een einde aan de aanval. Bennett. Hunter beseft dat aanval de beste verdediging is. Inworp voor Aston Villa op de goede plek. Hunter. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Doelpoging. Die bal gaat maar net naast en zo komen ze niet op voorsprong. Hey, was dat geen hens? Ja, volgens mij wel, ja. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Schitterend aangenomen. Het balbezit gaat over aan de andere ploeg. Eens kijken wat zij ermee kunnen. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Die bal wordt onderschept. Daar komt de kans op een voorsprong. De keeper redt. Corner. En dan kan het spoken worden door. Mile Jedinjak. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Komt die verdediger tegen. Alex Hunter. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Rustige opbouw. Ze zoeken een gat in de verdediging. En nu scoren. De keeper heeft hem. Norwood. 3 minuten extra tijd. De tweede helft gaat van start. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? De bal rolt ongehinderd door. De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Lekker hoor, die zuivere steekpas. Dat was gruwelijk mooi. Substitution for Aston Villa. Coming off the pitch, number 25, Mile Jedinek. Ik zie liever dat het thuisploeg door blijft voetballen op jacht naar doelpunten. Maar ik vrees dat het grote tijdrek is begonnen, Juri. De keeper bokst de bal weg. Mooi voetbal waarbij de doelman ervoor zorgt dat de wedstrijd nog in evenwicht is. Dit is een bijzonder mooi steekballetje. Verdediging alert. De bal gaat over de lijn. De verdediger zat er bovenop. Bennett. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren?
Zijn voorzet belandt in het strafschopgebied. Wordt het een doelpunt? Net op tijd onderschept. Hunt. Een paas over grote afstand. Hij verliest de bal. Baker. Westwood. Ze bouwen rustig op. Oefenend op een opening. Alex Hunter, prima actie van de doelman. Nog 20 minuten. Alex Hunter. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Volkomen terecht dat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Ze blijven in balbezit en zo hou je tempo in het spel. Ja, en zo ontneem je ze geen kans en je houdt het tempo erin. De scheidsrechter fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. En zo raken ze het bal weer kwijt op het middenveld. Agboni, ja hoor. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Westwood. Ja, dit gaat goed. Een super redding hoor voor de keeper. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. 10 minuten hebben we nog te gaan. Hunter gaat op avontuur. Prachtige paas. Komt niet verder. Westwood. Hij heeft de bal alweer veroverd. Knappe tackle. Hunter beseft dat aanval de beste verdediging is. Komt daar de voorsprong aan? Je zou denken van wel. Grote spelers draaien hun hand doorgaans niet om voor zo'n grote kans. Misschien wordt de druk deze speler hier te veel. Ja, dit soort kansen zijn normaal. Dit is echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Geen idee wie hier als winnaar van het veld zal komen.
Maar daar komen we vanzelf wel achter. We zijn begonnen. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Dit elftal speelt 4-3-3. Dat is jou niet vreemd, hè? Nee, voor een centrumspits is het... De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Op de training wordt daar fanatiek op geoefend. Ook van deze afstand. Nog maar even dooroefenen. Ja, vol overtuiging genomen, dat wel. Maar misschien was een voorzet toch een beter idee geweest. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoede. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Dat was gruwelijk mooi. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Met de kop! Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. Mila Jedinja. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Alex Hunter. Hij zit. Eerste treffer van de wedstrijd. De bal komt precies in de bovenhoek terecht. Ja, en de vraag is dan of hij dat zo bedoeld heeft. Volgens mij niet. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De eerste goal wordt gescoord. Goal voor Aston Villa. Nummer 29, Alex Hunter. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij is er door. De bal vertrekt van de schoen. Oh, wat een misser. Die zien we vanavond wel terug op het internet. Ja, ik denk dat die speler dat nog wel een tijdje te horen krijgt van de fans. Over de lijn, ingooi. Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Nou, op maat is anders en het balbezit is weer weg. Gardner. Hunter. De bal rolt ongehinderd door. Maakt zich wellicht. Ze krijgen een vrije schop. Kopbal! De keep. Daar komt de gelijkmaker, denk ik. Iedereen dacht dat dit de gelijkmaker zou worden. Hij maakt er toch niks van. Lijkt echt nergens op. Alex Hunter. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Agboniaor. De bal wordt kalm rondgespeeld op zoek naar een gaatje in de verdediging. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Recht op het doel af. Mila Jedinja. Die speler ontsnapt aan de verdediging en is zo dichtbij een geweldige goal. Tja, daar werden de verdedigers compleet in de luren gelegd. Ze hadden geen kans meer. Nou ja, die bal gaat er niet in. Doelpoging. Ja! Goal voor Aston Villa, nummer 14, Rudy Gestert. Dat duel wint hij glansrijk. Goed uitgespeeld. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? De bal gaat richting de vleugel. Bal vanaf de buitenkant. Niet ver van het doel af. Baker. Die paas wordt doorzien. Ze hebben haast en er wordt snel ingegooid.
Kom maar, 4 minuten extra tijd. Ze weten dat er een keer een gaatje moet vallen. Ja, dit gaat goed. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Lescott. We gaan rusten bij 2. Aston Villa komen de voorsprong op zak uit de kleedkamers. Maar moet die nog wel 45 minuten verdedigen? Gardner. Oh, dit kan een kans worden. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. Nou, ik had toch meer verwacht van die aanval. Ze zijn de bal kwijt. Bennett. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Wat een waanzinnig schot. Dit soort missers zie je op internet terug in hilarische filmpjes. En ik vrees dat deze blunder daar ook tussen hoort. Dit krijgt die speler nog wel even te horen in de kleedkamer, denk ik. Evans. Die bal wordt onderschept. De bal wordt rond. De keeper raakt de bal op. Henri heeft hem. Dit zou wel eens een kans kunnen worden. Mooi ingegrepen daar. Hunter met de bal. Over de lijn inworp. Het spel wordt goed breed gehouden. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Knap ingegrepen, inborg. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Substitution for Aston Villa. Coming off the pitch. Number Evans. 14, Rudy Gusted. To be replaced by number 18, Libor Kozak. Nog 20 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. En nee, dat gaat niet lukken van die afstand. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Slechte voorzet, zeg. Makkelijk onderschept door het afgeroede. Mile Jedinjak. En hij is de bal kwijt. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Evans. 10 minuten hebben we nog te gaan. Harry aan de bal. Mogelijk een goede kans hier. Harry! Ze staan nog wel 1 doelpunt achter, maar ze zijn terug in de wedstrijd. Hunter. Ajep. Hunter met de bal. Gaat op het doel af. Een opgelegde kans, Jury. Die mag je zo niet om zeep helpen. Ja, klopt, Evert. En het is ook niet een beetje de missen. De bal is werkelijk alle richting. Dit is de missen van het seizoen. Het thuispubliek gelooft er nog in. Zoveel is wel duidelijk. Ja, ze laten zich flink horen. Hopelijk kan het team meeliften op hun enthousiasme. Hij verliest de bal. Alex Hunter.
Er komen 3 minuten blessuretijd bij. Wie weet levert dit een kans op. Mooie bolbal richting de tweede paal. Oh, gestopt. De scheidsrechter blaast op zijn fluit. De wedstrijd eindigt in... Good work today.